Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video en we gaan dit keer weer een box uitpakken. Vorige keer hadden wij een Z-box van Zavi in de Batman stijl en nu hebben we dus een Marvel Z-box. Ik ben benieuwd, we hebben natuurlijk een schaar nodig, hoppakee. Want we moeten hem openen, ja, en hij zit goed dichtgeplakt. Hij voelt zwaarder aan dan vorige keer. Het is altijd een verrassing, je weet het nooit. Oké, we gaan hem uitpakken. Yes! Er zit iets in wat ik heel leuk vind. En dit is echt heel tof. Ik heb niet goed gezien wie het was of wat het was. We gaan gewoon één voor één de dingen eruit pakken. Dit is een gedeelte van Thor. En dan zie je ook als het goed is hier Thor met de hamer. Het ziet er heel vet uit. Dit is echt super stoer. Er zit een Pop 3 poppetje in. Ik laat even allemaal Pop 3 poppetjes zien die ik nu heb. Nou, dat is een gozer van Big Hero 6. Vincent van Pulp Fiction. Die opa van Up. Kom erbij. The Walking Dead, The Governor. Fallout. Simba. En nu dus, dames en heren, van Captain America Civil War is dit de Winter Soldier. Hoe gaaf is dit? En je hebt dan meer van die poppetjes uit die hele reeks van die film. Ik zie bijvoorbeeld Iron Man en het is altijd een verrassing welke je zou krijgen. Maar er zit in ieder geval weer een Pop 3 poppetje in. En die zijn los best wel prijzig. Volgens mij zijn ze wel een euro of 12 à 15 euro per stuk. Dus het is best wel een voordelig pakket als het erbij zit. Dat is echt super cool. Oh, dit is echt anders. Dit is echt een bobblehead. Je hebt dus verschillende soorten dus, maar dit is dus een bobblehead die echt beweegt met zijn hoofd. Oké, dat is de eerste. Nu al zo'n vet begin en het zit nog helemaal vol. We hebben een t-shirt, want heel vaak zit er altijd een t-shirt bij en daarin zit een print op. Ik denk dat het een print is van Thor. Dat gok ik. We gaan eens kijken. En wat is het? Het is altijd grappig. Ze vouwen het t-shirt zo dat je nog niet kan zien wat er voor print op staat, maar je moet het echt uitvouwen om te kijken wat erop staat. En wat is het? Wow, in kleur. Asgard. Deze is echt super cool. Het is echt een hele grote maat. Oh nee, L'tje. Het leek groot. Maar het is een heel vet shirt. Ja, ook al heb ik het spel toevallig wel. Maar het is een Disney Infinity poppetje. En dan van natuurlijk Rocket Raccoon van The Guardians of the Galaxy. Dat ziet er vet uit. Ik heb ook heel veel van die poppetjes, maar die ga ik nu niet allemaal laten zien. Het zijn er in ieder geval heel veel, maar deze had ik nog niet. Dus dat komt heel goed uit. Het volgende is Marvel Backtex. Zeg maar even niks, de Backtex. Oh, wacht even. Het is een sleutelhanger voor aan je tas. Maak het even open. Oh, daar komt iets uit. Kijk hoor, dit is dus de Wolverine. De oude versie van de Wolverine, zeg maar. Dit was de oude uit de comics. En dan achterop kan je dan neerzetten waar je woont en zo. Ja, dit vind ik wel, dit is best wel cool. Zoiets kan je gewoon aan je tas hangen. Ik heb een koffer, dus ik kan hem er gewoon aan hangen. Dat is best wel heel stoer. Oh, ik zie ook dat je meer had. Je had de Hulk, Spider-Man, Cap, Iron Man, Wolverine, Thor en nog een of ander zwart-wit dingetje. Het volgende wat erin zit, is een boekje. Er zit altijd een boekje bij, een soort magazine. En daarin kan je allerlei informatie lezen over de Zavi Box, over de website, maar ook gewoon over Marvel dingetjes, beetjes en zo. Er staat een gedeelte over Ant-Man. En er staan dingetjes over de pakjes van Iron Man en ook de uniformen van Captain. Er staat ook in wat allemaal in dit pakket zit, zeg maar. Scarlet en Black Widow. Oeh, er staan twee hele knappe dames in ook met een battle. Oh, kijk nou, de Z-box van vorige keer staat er zelfs in vermeld. De Batman Z-box, die was ook heel bijzonder. Tof, er zit nog iets in. En ik geloof dat het laatste is, maar echt, dit is echt bijzonder. Dit is echt iets heel zwaars namelijk. Er zit gewoon een boek in. Maar even serieus, kijk hoe dik dit boek is. Dit is echt niet normaal. En wow. Oh mijn god, ik denk als Erik dit zou zien. Erik heeft toevallig ook, die houdt van Marvel. Maar die heeft toevallig ook de Z-box die hij thuis opgestuurd krijgt. Maar even kijken hoeveel bladzijden dit zijn. Kijk dan wat vet joh. Dit is gewoon een soort encyclopedie. Met alles van Spider-Man en met wat hij kan en wat hij doet. En monsters uit Spider-Man en... Ik zie hier Goldheart en Flash Thompson, Firestart, Gibbon, Hood. Dit is echt gewoon een complete Engelstalige encyclopedie. En hier staat dan alles in wat er omheen staat. Gewoon een hele catalogus. Dit is echt heel bijzonder. Ik vind het echt... Wauw, dit vind ik een hele bijzondere Z-box. Ik heb heel veel Z-boxen gehad.
Maar deze is toch wel echt heel erg vet. Er zitten heel veel waardevolle spullen in. En dat voor een klein bedrag. Het voordeel is dat je deze Z-Box kan aanschaffen met iDeal via de website van Zavvi. Hij is 25 euro en dat is het zeker waard, want de spullen die hierin zaten waren zeker over de 25 euro. Dat kan ik je nou al verzekeren. Ja, ik ben heel erg blij. Een linkje staat onderin de beschrijving als je interesse hebt in zo'n Z-Box. Ik ga nog even met jullie door welke spullen er allemaal in zaten. We hebben hier de gigantische encyclopedie van Spider-Man van meer dan 200 bladzijden, pagina's, dingetjes, hoe je het wil noemen. Magazine, etiket, zo kan je het noemen. We hebben een beeldje van Raccoon. We hebben een heel vet t-shirt. En we hebben een Pop 3 poppetje van de Winter Soldier van Captain. Het voordeel is dat je deze Z-boxen los kan halen en dat je geen abonnement verplicht bent. Laat vooral een hele dikke duim achter en ik bedank Zavvi voor het opsturen van deze vette Z-box. Tot de volgende Wie Weet Unboxing van Wie Weet Weer een Z-box. Doei!